Goed, welkom bij dit stukje over macht, paragraaf 1, waarin het gaat over democratisering van Nederland. De vraag in het hoofdstuk is hoe Nederland een democratie is geworden, hoe we van geen democratie naar een koning gingen en vervolgens een democratie werden en zijn zoals we dat vandaag de dag zijn. Het gaat met name over macht, de vraag wie heeft het voor het zeggen. En welke machtsmiddelen, op welke manier kan die partij, hetzij de koning, hetzij het parlement, macht uitoefenen. Het is daarbij van belang dat je een stukje achtergrond duidelijk hebt. In de 17e en 18e eeuw kwamen er verspreid door Europa kwamen er verschillende absolute koningen. En wat betekent dat een koning absolute macht heeft? Nou, die koning is aan niemand verantwoording verschuldigd. Hij hoeft alleen maar naar zichzelf te luisteren. Hij kan zijn eigen plannen maken en dat doet hij, omdat hij ervan overtuigd is dat hij zijn macht van God gekregen heeft. Dat is handig, want dan kan hij zijn eigen gang gaan. En op het moment dat mensen het niet met hem eens zijn, dan hebben ze vooral een probleem met God. Nou, aan het eind van die 19e eeuw krijg je, of aan het eind van die 18e eeuw, krijg je overal in Europa, ook in Amerika, krijg je de zogenaamde democratische revolutie. Het bekendste zijn de Amerikaanse revolutie. In 1776 wordt de onafhankelijkheidsverklaring ondertekend. Oorlog tussen Amerika en Groot-Brittannië, met als gevolg dat uiteindelijk Amerika een zelfstandig land wordt. En in 1789 de Franse revolutie, waarbij mensen het oneens zijn met de Franse koning en daartegen in opstand komen en vervolgens gaan eisen dat ze meer inspraak krijgen. Dat is de sleutel van democratische revoluties. Het volk, en vooral de rijke mensen, zij willen meer invloed en zij willen het voor het zeggen krijgen. Dat resulteert in Nederland, hebben wij ook een revolutie, de Bataafse revolutie, die is in 1795. En dan krijgen we een Bataafse republiek met een moderne grondwet. Er is geen koning, er is een gekozen parlement, er is een grondwet waarin iedereen gelijke rechten heeft. Alleen die was niet een heel lang leven beschoren, van 1795 tot 1801. Waarom zo kort? Nou, dat heeft alles te maken met de macht van Napoleon. In 1799, 10 jaar na de Franse revolutie, komt Napoleon aan de macht. En die neemt eerst Frankrijk over, maar later heel Europa. En waar hij aan de ene kant democratische waarden als een grondwet en burgerrechten en dergelijke accepteert, respecteert, gaat hij aan de andere kant, gaat hij min of meer op de oude voet verder door zichzelf boven de wet te plaatsen en steeds meer macht naar zich toe te trekken. Dus je ziet hier al een strijd ontstaan tussen enerzijds de oude machthebbers, de koningen die het altijd voor het zeggen hebben gehad, en die nieuwe machthebber, het volk, die aan democratie geroken heeft en nu eigenlijk meer macht wil opeisen. Nou, dan wordt uiteindelijk Napoleon verslagen, definitief in 1815, en dan ontstaat er in 1815 het Koninkrijk de Nederlanden met aan het hoofd Willem I. Zoals je kunt zien op het kaartje zie je dat België en Luxemburg erbij gevoegd zijn. Dat was een heel bewust besluit, omdat ze wilden dat er boven Frankrijk, waar Napoleon vandaan kwam, die de hele kaart van Europa op zijn kop had gezet, een sterk, stevig land kwam te staan. Nederland was nog steeds redelijk welvarend, met name als België erbij kwam, waar de industrie wat verder was. En het idee erachter was dat, dat er zo'n stevig blok ontstond waar waar Frankrijk niet zomaar tegenop zou kunnen. Nou, hoe liggen die machtsverhoudingen in dat eerste koninkrijk dat Nederland rijk is? Koning Willem I is de baas. En die wil eigenlijk min of meer weer de oude koning worden. Die wil net als die absolute koning, wil die eigenlijk alle macht hebben. Hij heeft niet zoveel op met democratie, hij vindt het maar gezeur. Hij heeft niet zoveel zin om naar andere mensen te moeten luisteren. Dat kun je ook zien omdat hij ministers benoemt, die hem natuurlijk goed gezind zijn, die niet tegen hem in opstand komen. En hij benoemt ook de leden van de Eerste Kamer. Dat laat zien dat hij veel macht heeft. De Tweede Kamer, die er eigenlijk is om hem te controleren, die wordt benoemd door vriend van de koning. En ook hier wordt hem dus niet heel veel in de weg gelegd en kan hij min of meer zijn eigen gang gaan. Nou, de gevolgen daarvan zijn dat Nederland absoluut nog geen democratie is. Het volk heeft nauwelijks iets te zeggen.
pas indirect kunnen de rijke burgers van Nederland een beetje invloed uitoefenen. En dus de koning heeft bijna alle macht. Nou, dat zie je in heel Europa gebeuren, dat er constant die strijd komt. En 1848 is echt een revolutiejaar. De burgers pikken het niet meer. In verschillende delen van Europa breken weer rellen uit. Het volk gaat de straat op en koningen worden gedwongen hun macht in te leveren. Nou, in Nederland is er geen revolutie geweest, maar koning Willem II, die 8 jaar daarvoor zijn vader heeft opgevolgd, die begint toch bang te worden. Ik denk van ja, als dat bij mij revolutie uitbreekt, dan moet ik, wat moet ik dan? En alsjeblieft, misschien kan ik iets doen waardoor ik toch mijn macht hou. En het volk ook tevreden houdt, zodat ze niet in opstand komen. Nou, Thorbecke, een belangrijke man op dat moment al, die biedt aan om een nieuwe grondwet te schrijven. Die supersnel is hij echt heel snel mee klaar. Dit is een fraaie foto. En hij komt met een grondwet waar een aantal dingen staan. Eén, iedereen heeft grondrechten. Iedereen in Nederland heeft dezelfde grondrechten. Deze grondwet lijkt ook al heel sterk op die van die we nu hebben. Dat er niet gediscrimineerd mag worden, dat mensen recht hebben op hun eigen mening, enzovoort, enzovoort. De koning was onschendbaar en dat lijkt natuurlijk heel tof voor de koning, dat hij niemand kan hem iets doen. Maar het zorgt er ook voor dat niemand eigenlijk echt naar hem hoeft te luisteren. Koning onschendbaar betekent dat hij niet verantwoordelijk is voor dat wat hij zegt. Maar dat zijn anderen, namelijk ministers. Nou, hoe moet je dit zien? Stel je voor, je bent 4 en je schopt een raam in met voetballen. Nou, dat is heel vervelend, maar in de meeste gevallen hoeft het kind niet zelf te betalen. Nou, dat klinkt natuurlijk heel gunstig, maar dat betekent eigenlijk ook dat het kind niet voor vol wordt aangezien. Het kind heeft geen verantwoordelijkheid, heeft geen financiële draagkracht om dat raam te kunnen vervangen. En dus wordt er naar de ouders gegaan. En zo moet je ministeriële verantwoordelijkheid, koning onschendbaar, ook zien. Als de koning iets zegt. Wat indruist tegen de grondwet of wat niet kan in onze democratie, dan wordt er naar de minister gekeken en die zegt van ja, luister, de koning heeft het weliswaar gezegd, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus de macht van de koning neemt echt fors af. En er staat in die grondwet dat er elke 4 jaar verkiezingen zijn, volgens het zogenaamde census-kiesrecht. Daar kom ik zo op. Nu wel. Census-kiesrecht. Census is afgeleid van het woord censuur en dat is dat je bepaalde dingen wel of niet wilt. Je kunt een grens aanbrengen. Het betekent in het geval van census-kiesrecht dat er een drempel komt om te stemmen. Tegenwoordig mag iedereen in Nederland van 18 jaar ouder stemmen, als je Nederlands staatsburger bent. Toen was het niet zo. Alleen mannen mochten stemmen en alleen als je rijk was en je moest een bepaalde leeftijd hebben. Dat betekende dat nog steeds niet iedereen in Nederland mocht stemmen, verreweg. De meeste mensen mochten niet stemmen. Nou, wat is dat een districtenstelsel? Nederland was opgedeeld in 100 districten, 100 regio's. En elke regio mocht één iemand in de Kamer. In die tijd had de Tweede Kamer 100 leden, tegenwoordig 150. En dat ziet er een beetje zo uit. Nederland verdeeld in allerlei kleine gebieden. En in die gebieden werden verkiezingen gehouden en één iemand uit die regio mocht naar de Tweede Kamer. Nou, dat heeft alles bij elkaar betekend dat het Nederland nog geen democratie was. Tenminste, niet op de manier zoals we het vandaag de dag zien. Er was weliswaar een parlement, een volksvertegenwoordiging, de mensen uit het volk. Een aantal van hen werden vertegenwoordigd. Hun wensen werden kenbaar gemaakt en meegenomen in bestuur. Maar lang niet iedereen werd vertegenwoordigd. Arme mensen werden niet vertegenwoordigd. Vrouwen werden niet vertegenwoordigd. Zoals je tegenwoordig partijen ziet voor eigenlijk iedereen. De 50PLUS, Partij van de Dieren, arbeiderspartijen, christelijke partijen. Dat zijn allemaal politieke partijen die een bepaald groepje Nederlanders vertegenwoordigen. Dat was in de tweede helft van de 19e eeuw absoluut nog niet het geval. Door het districtenstelsel, waar we later nog meer op naar gaan kijken, namelijk in 1917, daar verandert er weer van alles. Maar door het districtenstelsel gingen er heel veel stemmen verloren. Nu is het zo dat alle stemmen op één grote bult gaan. En ja, de mensen die voor ChristenUnie stemmen in Gelderland, die stemmen gaan bij de mensen van Noord-Holland en in Groningen en in Friesland en weet ik allemaal wat. Eerder was het zo dat stel je voor dat de PvdA in een partij of in een gebied de grootste zou zijn. De PvdA bestond nog niet, maar dan gingen al die andere stemmen die op de VVD of PVV of ChristenUnie hadden gestemd, die stemmen waren gewoon kwijt. Dat is
Tegenwoordig wel anders, maar dat is het nadeel van het districtenstelsel. De koning had nog steeds veel macht en dat kun je in je boek ook lezen als je kijkt naar de Luxemburgse kwestie. Er was ruzie tussen het parlement en de koning over Luxemburg. Luxemburg wilde, of Willem III wilde van Luxemburg af, kon die geld voor krijgen. En dat moest, daar wilde het parlement over beslissen. Nou, wat er gebeurt is dat in eerste instantie de Tweede Kamer gewoon door de koning naar huis wordt gestuurd, waar het blijkt dat de koning heel veel macht had. Maar uiteindelijk in 1867 wordt de situatie opgelost doordat niet meer de mensen van de Tweede Kamer werden weggestuurd, maar dat de ministers naar huis werden gestuurd. En daar blijkt die ministeriële verantwoordelijkheid, de ministers worden verantwoordelijk gehouden voor wat er gebeurd is. En dit is wel heel belangrijk, want hieruit blijkt dat het volk, de volksvertegenwoordiging, toch echt meer macht heeft en meer macht heeft gekregen en daarmee dus daadwerkelijk iets te betekenen heeft.